is zondagavond. Winden waaien onder lantaarn. Alarmfase 4. Rotterdam ruikt naar Rrr. Rrr is een programma vol kunst, cultuur, seks en overslag. Kortom, Rrr. Uw mast in de tunnel der conversatie is Jan Lenfrink. Hallo allemaal. Bedankt voor de hartelijke begroeting. We zijn blij dat in Amsterdam komen we nergens meer in en hier mag ik nog altijd binnenkomen. Hartelijk dank voor het opvangen van een eenzame vluchteling. Ik heb wel mijn stoelen meegenomen. De eerste stoel had ik gereserveerd voor Wim van Hanegem, totdat we in de gaten kregen dat hij eigenlijk geen echte Rotterdammer was. En toen hebben we besloten een man te vragen die bekend is als de componist van het enige echte Rotterdamse volkslied Hand in Hand Kameraden. De tweede stoel had ik gereserveerd voor de vrouw van de burgemeester, want ik weet dat hij levende ambtenaren verzamelt. Maar toen konden we dus een vrouw krijgen die dode schedels verzamelt en daar hebben we de voorkeur aan gegeven. En voor haar is de tweede stoel. En de derde stoel had ik gereserveerd voor... Ja, even kijken hoor, dan ben ik het even kwijt. Voor Bep van Klaveren. Omdat we dachten dat is het Dutch windmill tot iemand ons wees op de mogelijkheid dat we iemand anders, minstens zo'n interessante en amusante Rotterdammer, iemand anders die er zijn beroep van maakt om andere mensen uit de wind te houden. Dachten we, die nemen we. Welkom bij Rrr in Rotterdam. En Fatima, wie is onze eerste gast? Onze eerste gast is een man die jarenlang toveren kon op drums, orgel en accordeon. Als dichter en componist was hij de maker van de ene na de andere kraker. Ontroerend, vrolijk en vaak zeer pikant. En zijn beroemde Hand in Hand klinkt tot op heden door het land. 70 jaar artiest, veel roem en lof. Hier is de enige echte Jaap Valkhof. Kom in mijn huisje, Jaap. Ja, graag. Ja, nee, ik ben blij dat je even de tijd hebt kunnen vinden. Schrijf je nog veel? De laatste tijd niet zoveel meer, nee. Nee? Nee. Hoe komt dat? Nou ja, ik weet niet naar wie ik mijn liedjes kwijt moet. Het is tegenwoordig allemaal pom, 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 pom. Dat ligt niet in mijn lijn. Maar pom, 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 bedoel je dat het allemaal Engels is? Of dat het allemaal... Ja, dat heb ik zelf ook veel gezongen en gespeeld, maar... Toch? Ja, inderdaad. Ik heb mijn Engelse dingen geschreven ook. Maar de laatste tijd, nee. En ik word een beetje ouder. Over Engels gesproken, je hebt het Diep in Mijn Hart, dat is zijn nummer. Dat is een lied wat volgens mij iedereen over de hele wereld kent. Ja. Dat heb jij geschreven. Ja. En in het Engels is het Deep in My Heart. Ja. Heb je ook die tekst geschreven? Nee, die tekst heb ik niet geschreven. Nee? Ik heb alleen Diep in Mijn Hart in het Hollands dus gebracht. Ja, en heb je de tekst en... Tekst en muziek, ja, ja. En de muziek. Ja. Hoe ging dat zo? Zat je op de wc en dat? Nee? Ik weet echt niet meer hoe het gebeurt. Dus ik geloof mee dat ik het maar goed kan herinneren dat ik het in 1944, 45, 46 geschreven heb, zoiets. Ja. Het loopt nog steeds. Het is een prachtige melodie ook. Ja. En, dus je krijgt nog steeds van de Buma ook elk jaar nog gewoon wat... Dat is brood nodig. Dat is, ja, wel goed. Ik gun het je van harte. Je hebt, laten we zeggen, internationale hits gemaakt. Je hebt Hand in Hand Kameraden is nooit vertaald, denk ik, hè? Nee. Nee, toch, hè? Dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Nee, echt niet. Kan je nog herinneren wanneer je dat geschreven hebt? Ja, ik kreeg een opdracht van een grammofoonmaatschappij om dat liedje te schrijven, Hand in Hand Kameraden, omdat het coupletje, het refreintje zelf, dat bestond al zo lang, maar er is nooit iemand opgekomen om daar coupletten bij te maken. En dat was de opdracht van die grammofoonmaatschappij. Nou, toen heb ik het dus uitgebracht met twee coupletten erbij. Oh, en dat Hand in Hand Kameraden, dat werd hier al jaren gezongen in de Kuip? Dat refreintje. Dat refreintje. Alleen het refreintje. Hand in Hand Kameraden? Ja. Voor Feyenoord 1, voor die 1, voor zus 1, dat ook nou, wel. Nee, ik meen toch dat het... Ja. Oh, ben je zo? Nee, maar dat was inderdaad zo. Oh, dat zongen ze overal, niet bij alleen... Bij andere clubs zongen ook. Ze dat ook? Ja, namelijk. Xerxes 1 en dan... Bijvoorbeeld, ja. Geen woorden, maar daden. Hè, wat toch een hele goede zin is, hè? Inderdaad, ja. Leven Feyenoord, CQ, Xerxes, CQ... Noem maar op, ja. Oké. Kan je nog herinneren de eerste keer dat het echt met... volle stem door 20.000 keren klonk. We zijn in Milaan geweest met de Cup Final van Feyenoord toen. Ja. En er zaten er 35.000 Hollanders op de tribune. En die zongen dan keihard Hand in Hand Kameraden. Ja. En dan gaat er iets door je heen. En als wij dat nu gaan zingen, krijg jij weer geld van, of niet? Hopelijk wel. Nee. Is dat zo?
Ik wil niet indiscreet zijn, maar kan je er een beetje van bestaan wat je nou elk jaar overgemaakt krijgt, toch? Ja, inderdaad. Want je hebt Jaapie de Portier geschreven, toch? Een grote ik heb Peter Vrouw ook niet geschreven, ik heb ongeveer 180 geschreven. Dus. 180 hits gewoon? Ja. Ja. Nou, niet allemaal hits natuurlijk, nee. Maar liedjes dus. Maar hoe kan jij, heb ik me altijd afgevraagd, want jij hebt ook liedjes geschreven voor Tante Leen en Johnny Jordaan. Nee, was Johnny Jordaan voor Tante Leen. Tante Leen wel. Ja, excuse. Ja. O Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Ja. En ik wil met jouw hand in hand. Ken je dat of niet? Hoe gaat dat? Ik wil met jouw hand in hand. Dat is weer een walsje dus. Dat is weer een walsje. Ja. Nou, walsen kan ik wel een beetje. Hoor. Maar hoe kan een echt? Je bent een ras echte Rotterdammer, hè? Ja. Hoe kan jij voor een Amsterdam, laten we zeggen, het typische Amsterdamse sentiment verwoorden. Zal ik je vertellen waarom? We hebben 18 jaar in Amsterdam gewoond. We? We, mijn vrouw en ik en de kinderen. Dus. Oh ja? Ja. Waarom werd je hier weggepest of zo? Nee, maar of mocht je hier niet meer komen? Waar staat dat dus, is van het een en het ander gekomen. Ik heb dus alle kustplaatsen gehad. En we hebben in Zwitserland gewoond, in België gewoond. En noem maar op waar, we hebben overal gewoond. Steeds maar weer verhuisd. De muziek achterna? Ja. Ja, dat was de reden? Ja, echt waar. Dus je had ook geen moeite met het Amsterdamse sentiment, zal ik maar zeggen, hè? Met Tante Leen en co. Ach nee, want met Tante Leen had een voor die tijd een zalige stem. En ze vroeg steeds meer liedjes aan mij. Dus ik heb er zo'n 14, 15, 16 geloof ik geschreven voor. Dus. Aha, ja. Ja. Je bent nog 77. Word ik dit jaar met augustus? Met augustus, 77. Zit ik 70 jaar in de muziek? 70 jaar. Jij hebt op je zevende ben je al in de Doelen begonnen, heb ik gehoord. Was ik 7 jaar, als solist. Vertel nog eens, want niemand heeft dat hier volgens mij ooit meegemaakt. Ja, hè? Maar dat was de andere Doelen. Was niet wat er nu staat? Nee, dat was de Grote Doelen, heette dat. Ja. En daar stond ik als solist van een jongetje van 7 jaar voor die hele grote tent daar. Met dichter en bouwer te spelen. En wat speelde je daarin? De dichter of de bouwer? Nee, ja. Meestal de bouwer. Meestal de bouwer. En wat mag ik me daarbij voorstellen? Nou, nu ik niet zo dichterlijk aangelegd was toen. Ja. Naderhand wel, dus, maar nou, in het begin dus niet. En verdien je ook nog een beetje geld aan de schuine liedjes die je schrijft, of niet? Ja, daar heb ik heel veel geld door verdiend, ja. Toch wel veel, hè? Ik herinner me één fantastische regel. En hij haalde met een lach reeds zijn vaarboom voor de dag. dat hoef ik niet uit te leggen. Dat is uit. Schip, dan mag ik overvaren. En dat overvaren staat ook weer ergens voor, mag ik aannemen. Maar voor wie schreef je die liedjes dan? Nou, die schreef ik dus voor mijzelf. Omdat ik toen veel plaatjes maakte als Slome Jaap. Ja, zo sloom ben ik niet, maar in ieder geval. Dat was jouw bijnaam? Dat was het verzinsel van Johnny Hoes, wat ik niet leuk vond achteraf. Maar ja, het was helemaal zo. Maar waarom Slome? Omdat je een beetje op Buster Keaton lijkt? Is dat het idee? Nou, nee. Wat mij betreft een compliment is voor jou. Oh ja, inderdaad. Die man heeft een hartstikke leuk hoofd. Ja. Nee, maar die zong ik dus zelf voor de plaat. Al die soort liedjes. Oh ja. En dat was het waar je oh jee plaatjes. Oh jee. Oh ja, oh ja. Dan werkt zo. Ik dacht meer ach kom plaatjes, maar dat is. Nee, hoe maak je die schuine liedjes? Want dat is natuurlijk voor ons al een weet waard. En ja, dan ga je op een of ander thema ga je beginnen en dan rolt het vanzelf al eruit. Ja. Ja, nee. Maar ja, ik heb echt wel keurige dingen gedaan, hoor. Ik wil ook niet dat de mensen denken dat je. Nee, maar daar hebben we het over gehad, hè? De grote mooie dingen. En dit zijn toch leuke dingen ook, hè? Je zoon heeft me verteld, een van je 5 zoons, hè? Ja. Dat hij bezig is met een biografie over jou. Ja, dat klopt. Ja? Dat wordt heel goed. Ja? Ja, daar komt heel je leven in. Ik heb het al een beetje doorgelezen, maar het is zeer, zeer goed. Met foto's erbij enzovoort. Wat hoop je dat er niet in komt, Jaap? Per link. Ja, nee, ik vraag het maar even. Nee. Ja, je hebt niet echt iets waar je over in zit. Ach, nee. Als je denkt van. Ik ben een. Nee. En wat is het leukste wat je in dat boek over jezelf gelezen hebt? Ja, er zijn een heleboel dingen. Ik geef me zo'n voorbeeld. Ik heb inderdaad de muzikale leiding gehad van zo'n orkest van Boyd Bachman. En toen zaten we in een carré in Amsterdam. En wij woonden in Amsterdam. Ja. In Oost, ja klopt. En dan ging ik smiddags met mijn fietsje naar het optreden van de revue. En op een keer ben ik te laat. En mijn kleding had ik reeds aan. Maar ik had met mijn fiets bij me en nam ik mee naar boven. Want toen werd de fiets gestolen bij het leven natuurlijk. En toen kwam ik boven. Ik dacht maar, oh ik ben te laat. Ik hoorde de tweede nummer al spelen. Ik dacht, wat moet ik nou doen? Want die plaatste mij. Ik blies toen nog saxofoon alleen hoor.
En ik dacht, wat moet ik nou doen? En toen kreeg ik ineens een lumineus idee. Ik ging zo achter de bühne, zo met die fiets, rijdend, zo langs Boyd. En toen werd het heel stil in de zaal, want de mensen dachten, wat gaat er nou gebeuren? En Balkhuis, Dorkhuis werd ook stil. Ja. En ik weer een keer eromheen en ik hoorde nog niet maar nog twee maten. En toen stopte ik bij Boyd. En toen stond hij met dat stokje zo. Ik zei, nou weet ik wel, ik ben een beetje laat. We zijn met de fiets gekomen. Nou, dat was gelijk gelopen. Wat goed. Ja. Oh, wat goed. En had je de saxofoon bij je? Nee, die stond daar klaar. Die stond al klaar, dat wel. Ja. Wat voor instrumenten speel je allemaal? Als componist speel je waarschijnlijk alles, of niet? Nou, nee, juist niet. Ik heb alleen maar accordeon gespeeld, dus. En ik heb tenor sax. Ik heb nog bijna Amerikaanse gasten gezeten voor tenor. Waar? In Carlton Hotel, bij Eddie Oliver. Eddie Oliver, klinkt goed, Carlton Hotel. Ja, dat is Chico de la Chico, hè? Ja. En hadden jullie vroeger ook echt chic in het pak? Altijd in, ja, altijd in smoking? Ja? Ja, altijd de smoking. Ja? Wat vind jij nou van tegenwoordig? Want jij luistert natuurlijk ook naar de radio, Jaap. En jij hoort natuurlijk ook de hits van tegenwoordig. Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat jij zult zeggen van te weinig Nederlands, of niet? Ja, dat in de allereerste plaats te weinig Nederlands. En dan valt het mij op dat je vaak groepen hoort van de radio of je ziet ze op tv. En ik heb een vreselijk muzikaal gehoor, dus dat is wel moeilijk als je dan denkt, nou ja, dan zit er een stelletje daar te spelen, maar die hebben 3 of 4 akkoorden, meer kunnen ze niet. Zijn er zoveel dan? Nee, okay. Heb je een flauw idee? Ja, nee, goed, ik heb een idee. Ja, luister eens, ik zou zeggen, we nemen een slokje, we vragen Fatima onze volgende gast te introduceren en dan kunnen we op dit thema even doorgaan. Fatima, wie is zij? Onze tweede gasten is een singer in een band. I've Got the Bullets, wijd en zijd bekend. Ze legt al haar emoties in haar stem, die soms dan ook klinkt als een remmende tram. Hoe heeft zij haar leven ingericht? U gaat het horen van Frederik Spicht. Frederik, hoeveel akkoorden ken jij? Hoeveel akkoorden kan jij beheersen? Bij naam bedoel je? Ja. Nou, weinig hoor. Een stuk of 6, 7 denk ik. Maar dat is handig hoor. Dat is toch wel handig. Ja. Maar hoe? Want als je er weinig kent, dan ben je ook niet beschroomd om iets te doen wat al eerder gedaan is. Als het maar weer opnieuw anders en leuk klinkt, denk ik. Okay. Frederik, eventjes snel in een L-tempo door jouw paspoort razen. Hoe lang zit je nou bij I've Got the Bullets? 2 jaar geloof ik. 2 jaar. Daarvoor zong je ook al? Af en toe, ja. Af en toe, maar niet professioneel om er wat mee te verdienen? Dat doe ik nou nog niet. Doe je nou nog niet? Nee. Maar waar leef je dan van? Waar leef je dan van? De sociale dienst. Oh ja, dat moet je even zo. En, hoe heet het ook weer? Jij komt uit Rotterdam ook? Ja, ja, ja. Ja? Ja. Jullie hebben al een paar keer in de hitparade gestaan, hè? Ja, 3 keer. Dus 1 keer in de top 40 en 2 keer in de hitparade. Oké, okay. Dus Jaap, je had haar kunnen zien ook. Hè? Heb je haar wel eens gezien op tv ook? Of optreden hier? Nee, echt niet. Nee, niet echt? Nee. Nou, ik moet wel even met hem praten dadelijk, want hij heeft het veel beter gedaan dan ik, geloof ik. Nee, precies. Goede raad zijn we hier nooit te gek voor, hè? Dat geven we elkaar graag. Ik wil toch wat van je weten, je stem, hè? Hoe kom je daar aan? Daar was ik al bang voor eigenlijk, dat je dat... Ik heb gewoon geen idee. Gewoon door veel... Nou, ik rook niet zo gek veel, hoor. Nee. Ja, nee, dat klinkt heel raar, maar... Maar zit je in de familie? Heb je een moeder met een rasp? Nee, niemand heeft een rasp. Nee? Ik ben de enige met de rasp. Ja, is dat zo? Ja, ja. Is dat zo, want je hebt nog een paar... Hoeveel broers en zussen heb jij? Ik heb 3 broers en 1 zus. Noem ze eens even, eens kijken. Bij naam bedoel je? Ja, graag. Ronald, Jolande, Fred, Jaap en ik. En zouden we hun moeten kunnen kennen? Mijn zus zit bij het werktheater, dus misschien hebben mensen er wel eens van gehoord. Een broer die is advocaat. Die is net begonnen, dus die kent nog niemand. Die gaat mij helpen dadelijk. Ja, ja. En een andere broer die haalt belasting op, geloof ik, zoiets. Vindt hij vast niet leuk dat ik dit zelf zeg. Ik weet niet eigenlijk niet zo goed wat. En mijn oudste broer, die heeft een belangrijke functie bij de Tuschinski Theaters. Dus ze hebben het allemaal heel erg goed gedaan eigenlijk. Dus is voor jou een voorbeeld dus, of niet? Nee? Nou ja, ik zou het ook graag heel goed gaan doen. Maar kom je uit een muzikaal nest of niet? Ik bedoel, broer die maakt wel eens muziek, ja. Ja? En wat voor instrumenten bespeel jij? Van alles een beetje, zeg maar. Ja? En beetje gitaar, een beetje piano, een beetje trompet. En volgens mij doe je liedjes schrijf je ook zelf, hè? Ik schrijf zelf ook. Ja? Toch, meestal wat je met dat weinig wat ik kan, verzin ik liedjes. Ja? Wat is jouw favoriete liedje op het moment?
Of waar heb je een goede herinnering aan? Een lied wat je geschreven hebt? Ja, dat zijn er zoveel natuurlijk. Maar noem er eens een, dan kunnen we eens kijken wat Jaap daarvan vindt. Nou, dan moet ik iets verzinnen wat hij weet natuurlijk. Want... Nee, of ik kan me voorstellen dat je een paar zinnen... het gaat om een goed refrein, heb ik begrepen, altijd. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Ik ben Jaapie de portier, ik zit al 100 jaar hier. Ben jij dat? Nee, maar, maar het moet in ieder geval een refrein zijn wat, wat erin houdt. Wat pakt. Wat pakt. Ja. Uh-huh. Nou, noem jij eens een refrein wat jij op je geweten hebt. Wat ik een goed refrein vind? Van jouw eigen songs, ja. Van mijn eigen songs? Ja, tuurlijk. Ik vind ze allemaal wel erg aardig eigenlijk. Nou, laten we de laatste dan nemen. De laatste? Goh, ik vind het zo'n moeilijke vraag. Wat hebben we nou voor refreintjes? Ja, nee, ik dacht, ik help je op weg. Dan kan Jaap je even goede raad geven wat betreft het songwriting. Het schrijven van liedjes. Ja, ik denk wel dat ik weet hoe dat moet. Maar ik denk dat de tijd heel erg veranderd is natuurlijk. Ja? Ja. Wat doe je in verband met het Hollandse teksten? Nou, ik denk, ik zou wel willen dat het mij te beurt zou vallen dat iemand al een refrein heeft, wat al wijd en zijd verspreid is. En dan dat ik daar de coupletten voor mag schrijven en dan mijn hele leven daarop kanteren. Goed, dat was één song, hè? Jawel, dat begrijp ik. Nee. Ja, we zijn allemaal jaloers, dat hoor je. Nee, we kunnen misschien even hierop doorgaan, want het zou natuurlijk aardig zijn. Laten we zeggen, een tekst als diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou. Dat zal waarschijnlijk over 10 jaar ook nog even mooi en melancholisch klinken. Ja, dat loopt nog steeds. Dus laten we zeggen, er zijn toch teksten die eeuwig zijn? Ja, dat is inderdaad waar. Oké, dan geef haar eens een goede raad, ja. Waar moet ze aan denken? Waar moet ze aan denken? Nee, dat heeft geen zin. Hetgeen wat wij kunnen doen, eens een keertje praten straks even. Ja, dat gaan we doen. En, maar we praten hierna ook al, Oh ja, dat is waar. Ja, hij houdt er ook bij. Er zitten wat mensen bij. Hij houdt er ook bij. Dat mag, hè? Ja, heel graag. Goed, maar goede raad, houd even in je hoofd. Duet wilden we al gaan doen, maar we zijn nog niet zo ver. Zingend. Dat zou iets verzinnen ook, hè? We hadden toch plannen? Of, dat weet je niet meer. Ik wil wel graag van je weten, Frederik, even van de songteksten afstappend. Je zusje vertelde me dat je schedels verzamelt. Van dode mensen. Dat heb ik vroeger gedaan. Van mensen, dieren? Alles. Alles. Dus pas op. Dat is allemaal zo. Dit is een oud-Indiaanse trek. Dat is ook helemaal niet zo'n slecht kopie. Lekker schedeltje. Ja, die zou je wel in de collectie willen hebben. Ja, best wel, ja. En ik ben er goed voor, ja. Maar wil je me En ik heb een mensenschedel thuis en die heet toevallig Jaap. Hé, dat wordt lekker. Ja, hoe kom je daaraan dan? Die heb ik van een vriendje van mij gekregen vroeger. Was familie van heb ik wel dingen voor moeten doen, moet ik zeggen, maar ik heb hem te pakken. En mijn broer wilde hem altijd heel graag kopen. En die zei, joh, geef mij dat ding nou. Dat heeft hij zijn hele leven geprobeerd. En was een totale gave schedel? Hè? Zonder kaak. Zonder kaak? Ja, nou, dat is jammer. Als iemand nog een schedel met een kaak heeft... Dan dat wel. En ook zonder tanden en zo? Of geen tanden meer, niks. Of niet? Nee. Dus je hij staat eigenlijk op zijn... Hier, zo, hè. Staat er. Oh ja. En wat voor andere schedels heb je nog? Kat, nou, noem maar op. Alle vogels bijna. En, heb je dat je hele leven gedaan? Of, nee, dat is al tot mijn 14e, zeg maar, heb ik dat gedaan. Oh ja? Ja. En wat zegt de dokter ervan? Ik heb het daar nooit met de dokter over gehad. Oké, maar je bent er gewoon nu overheen, maar je bewaart ze wel. Nou, dus ze zitten in dozen en ze gaan kapot, weet je wel. Dat is, er is niet zo heel veel meer over van die collectie, maar ik bewaar het wel. Dat is zonde, maar goed. Maar Jaap staat op de kast nog steeds. En nog even, ja. En Jaap zit hier Jaap zit op de kast. Hier, ja. Dus, I've Got The Bullets heet jouw band. En je hebt ook een kogel in je lip, ik zeg het maar meteen. Uh-huh. Heb ik gehoord. Ja, dat is maar waar zit hij dan? Zal ik even bij Ja, misschien is het begon voor de camera. Al moet je bij iedereen ontzettend dicht... Nee, er zit hier zo'n klein littekentje. Ja, ik zie het. Het heeft een buurjongen erin geschoten. Er zit een stukje... Kan je nog herinneren wanneer dat gebeurde of niet? Ja, heel goed natuurlijk. Ik zei nog eens niet schieten. Toen zei hij nee. Want dat kon eigenlijk nog niet, want het was een alarmpistool. Dat is dicht, hè, van tevoren. En dat voelde ik. Ik zei, je moet niet schieten. Zei hij, ja, maar dat kan niet uitkomen. En ik zal naar de grond doen, zegt hij. En hij doet zo, het schieten van bovenuit. Dat is kapot, dat ding natuurlijk. Zo mijn gezicht. En ik naar beneden gauw, helemaal onder het bloed natuurlijk. Was dat één kogel of zijn dat allemaal Ja, dat zijn van die kruidkogels. Die voor de knal alleen werkt dat. Hè. Ja, ja. Dus ik naar beneden zeggen. En toen was daar de dokter al. Mijn moeder die was bijna verzopen, omdat... die had een hernia in bad gekregen. Mijn vader die had de deur eruit gebroken. Anders was ze verdronken, weet je wat. Dus,
Maar ze kon nog wel roepen. Ze kon nog wel roepen. Ze heeft gegild en mijn vader heeft de deur eruit geweest. Dus ik kwam binnen, hele puinhoop. Ik helemaal onder het bloed. Onder de dokter bloed. Er al en ze was echt. Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren. Oh, wat goed. En je vader is een man met stalen zenuwen? Of ja, die is helemaal nog helemaal. Ja, vitale vent is dat. Die kon dat goed handelen. Ja, die kan alles nog steeds handelen. Behalve mij dan. Ja, is dat zo, ja? Was je altijd een lastig kind? Ja, hij wilde altijd. Een echte dochter, zei hij. En dat vond hij bij mij net wat minder. Ik was wat, ja, een beetje jongensachtig altijd. Ik was altijd aan het klimmen en aan het schedels zoeken. Dat vond hij allemaal gek. Dat vond hij allemaal gek, hij wou echt een meisje als kind, weet je. Maar dat was een beetje dubieus. Is hij er nou een beetje overheen of niet? Dat weet ik niet. Weet je niet? Hij heeft het geaccepteerd, denk ik. Ja, je moet op een gegeven moment wel. Zeg papa, luister, ze moest kijken, wat leuk. Ga je dan niet nou een beetje... Pa. Nee hoor, pa zeg je? Of papa? Nou, papa zeg ik. Ja. En tegen je moeder, mama? Mama. En wat zeggen ze tegen jou, Jaap, thuis? Pa of... Jongens is altijd pa. Pa. En jij kop dicht. Nee? Ja, wel. Ja, graag. Je hebt 5 zoons, hè? We hadden 5 zoons, is er 1 overleden. Ach, wat naar. Ach, ja. Dat is maar lang geleden al. Ja, een jaar of 2,5, 3 zoiets geleden. Oh. De oudste, die zit in Australië, die is Australië geworden. Ja. En dan de middelste van die 5, die zit in Saoedi-Arabië, die is dokter anders Engels en geeft daar les op de universiteit. Dus die zitten allebei ver weg. En... Maar we hebben nog 2 zoons in Schiedam, waar we wonen. Ja. Dus zitten die ook in de muziekbusiness of in de songwriting? De jongste die speelt zalig gitaar. En Ben, die daar even boven zit, die was afgestudeerd voor het conservatorium voor drum. Ja. Doet er niets meer aan. Hij zit in de advertising, dus... Nou ja, wie weet. Hij verdient zijn geld goed. Oh ja. Oh, goed. Nou, oké. Okay. Nou, we zullen even kijken. Ik wil even de derde gast bij jullie voorstellen. Maar eerst wil ik even de dame voorstellen die de gast introduceert. En haar naam is Fatima Djebli Wazani. Mag ik een hartelijk applaus voor haar? Fatima studeert psychologie, maar wij zouden haar kunnen kennen als ze naar de KRO en naar de VARA hebben geluisterd de laatste tijd naar het programma Radio Thuisland. Ja, dat klopt. En het programma Hollandse Nieuwe. Ja, hè? Wat weet je daar precies bij? Voor Radio Thuisland heb ik de eerste 2 jaar de muziekpresentatie gedaan. En daarna later ook reportages. En voor Hollandse Nieuwe, dat was een andere vorm van radio maken, want Radio Thuisland is een Radio 3 programma. En Hollandse Nieuwe, daar leerde ik documentaires maken. En dat is een ontzettend leuke ervaring geweest. Ja, goed. Volgens mij kom je ook uit de buurt van Nijmegen, of niet? Nee, of, ja, een beetje flauw natuurlijk, maar ze zag de G, kom je zelden tegen in Rotterdam? Ja, nou, ik heb tot 1980 in Heerlen gewoond en daarna ben ik naar Rotterdam gekomen. Nou, daar zijn we erg blij om. En zou je zo goed willen zijn onze volgende gast te introduceren? Ah, oui. Onze derde gast wordt altijd op de hielen gezeten. Als gangmaker kan hij zich met de beste meten. Vroeger een skelterheld, daarna in het Wielerpaleis. Waar hij kwam, won hij wel een prijs. Sterk als een os, breed als een nijlpaard. Zo houdt hij ze uit de wind. Joop Seilaert. Hallo, ga zitten. Jaren gedacht dat gangmaker een lolbroek was, maar in jouw geval klopt dat misschien ook wel. Dat zullen we nog eens even bekijken. Jaap, jij bent zeilmaker. Ja, dat is Jaap, hè? Ja, oké. Okay. Kan ik dan één keer opnieuw beginnen, dokter? Oké, okay. Goed. Joop, jij bent gangmaker. Ja. Gangmaker, nou ja, lolbroek. Wat is een gangmaker? Wat doet hij? Een gangmaker is iemand die voor de wielrenners rijdt. En dat is gebeurd op de weg en in het sportpaleis. Dus dat is een samen... overleg met hun. Ja? Ja, van tevoren vraag ik wat ze wensen zijn. Ja? Dus geef me een voorbeeld. Ik rijd al 10 jaar met Kneteman. En dan zeg ik, en hoe voel je eigen? Nou, beren sterk, zegt de kneet meestal. Dus dan weet ik wat ik kan gaan doen. Dan kan ik nog eens de gaskraan een beetje opendraaien. En dan, dan zegt hij, die en die moet je opletten. En verder kan ik mijn eigen plan trekken. Dus dan kan ik er geen uit de baan proberen te rijden of in de wind te zetten. Ja? Om hem naar de overwinning te rijden. Hoe lang doe je dat nou al? 15 jaar. 15 jaar. Moet je daar wielrenner voor geweest zijn om, gangmaker te kunnen zijn? Ik ben een wielrenner geweest, maar een hele slechte. Ja? Wat maakt jou dan een goede gangmaker?
Ja, je moet er een bepaald postuur voor hebben. En een beetje je breed. Moet een beetje breed zijn, dat wel. Ik heb een speciaal dieet natuurlijk ook daarvoor. Dat is s'morgens 7 marsen en een flinke uitsmijter. Ja, ja. Nee, vertel eens even, een goed dieet is nooit weg. Nou, ik eet dus elke avond een lekker ijsje natuurlijk ook. Dat hoort erbij. En dan, ik drink geregeld zo eens wat. Ja, maar en dan ben ik op mijn ideale gewicht. Je moet als gangmaker moet je gewoon flink postuur hebben. Waarom? Ja, des te meer hou je ze uit de wind. Ja. Want dan rij je achter jou, hè? Kneed ze wel eens de fluiten achter me natuurlijk gewoon. Zo dat... makkelijk gaat het. Hij fluit wel eens achter me, zo makkelijk gaat het. Ja. Ja? Maar er gebeurt ook wel eens ongeluk, of niet? Ja, er gebeuren nog weer de onreglementaire dingen natuurlijk. Maar dat doen we dan meestal aan de kant waar geen jury staat. Of, wat zijn de trucs dan? Nou, geef me een voorbeeld. Ik reed wereldkampioenschap in Italië. En die mensen die zijn altijd een beetje erg voor de Italianen natuurlijk. En op een gegeven ogenblik wilden ze me niet laten passeren. Toen heb ik maar een ronde terug laten zakken. En toen kwam nummer 1 aan. En die reed ik toen tegen de balustrade aan. Oh, ja. Toen heb ik 20 minuten na de wedstrijd uit moeten rijden. Omdat ik dorst niet van mijn motor af. Ja, eigen schuld, hè? Toen ben ik afgestapt waar de meeste politie stond en de meeste controleurs. En toen heb ik mijn helm opgehouden, dus zo onder de tribunes doorgelopen. En toen heb ik nog 1,5 uur moeten wachten voordat ik naar het restaurant kon. Oh ja. En toen was de woede een beetje over. Ja, en toen zei ze dat ik... Baffi, dat is dus snor in het Italiaans en maffia en alles. Maar ik dacht dat ik daar vandaan kwam. Ja, nee, zeker weten. Je hebt, wat het gangmaken betreft, heb je 2 soorten motoren, geloof ik, hè? Die hele grote, met zo'n balk erachteraan. En dan zit dan de wielrenner met de fiets, of met de voorwiel, daar tegenaan. Ja, ja. Hoe heet zo'n motor nou? Dat is steren. Dat is steren, dus, met een zware motor, daar sta je op. Ja? Heb je een mooie eigen motor? Ja. Ik heb er een van 1904. Ik heb dus al mijn oude collega's opgereden. Oh, dus ja? Die is goed ingereden. Die is goed ingereden. En die is dus nu bijna 84 jaar oud. Verslijt zo'n motor dan niet? Nee, er wordt nog maar, met die motor wordt 4-5 keer per jaar mee gereden. Omdat die is zo zwaar. Die zakt door de houten baan heen. Dus ik kan alleen maar op betonbanen daar rijden. Nee, Maar hoe deed ze dat vroeger dan? Had je toch alleen maar houten banen? Ja, vroeger is er met die motor gereden op het Olympisch Stadion Amsterdam. Ja. En in Ahoy, daar is die veel te zwaar voor. Daar zou je ineens wegzakken. Met mijn gewicht erbij zeker. God. Ze zijn allemaal zo'n beetje dik, hè? Allemaal zo'n beetje jouw postuur. Hoor. Nou, niet allemaal, want er zijn er ook bij, die zijn de helft smaller. Maar als ze op de motor staan, zijn ze net zo breed. Maar dan moet je maar denken, als je naar het toilet gaat, dat er geen rollen meer zijn. Oh, is dat zo? Ja, mag dat? Nee, dat mag niet. En zeg je daar dan wat van? Nou, als jij ziet dat je collega ineens met opgepropt... Als ze een bedreiging voor me vertonen, dan denk ik, ja, dan ben ik bang van, die gaat ook winnen misschien. Ja. Dan ga ik zeggen van, wat zie ik nou aan jou, waar de jury bij staat. Ja. Wie is nou de meest gestrafte gangmaker in Nederland? Voor de tijd dat ik het doe, ben ik dat. Ja? Jammer genoeg. Hoeveel processen? Hoe heet dat eigenlijk? Ik ben wel eens zes maanden geschorst geweest. Maar toen moest ik met zoetemelk rijden in Parijs. En toen heeft Peter Post dat weer geregeld. Dat de schorsing dus inging nadat ik met zoetemelk had gereden. Want die had nog nooit het criterium der Azen gewonnen. Dat is dus 8 motoren waar ik mee moet trappen. Dan moet je dat zijn die hele lichte motortjes waar ze mee in de zesdaagse rijden. Hoe heet, zijn dat de Dennis? Dat zijn Dennis, daar moet je mee trappen. Daar moet je hele sterke benen voor hebben. Dus dat heb je ook wel? Ja, ik kan hier. Dan maak je hallo, niks aan. Eens kijken, ja. Dus die schorsing heb ik toen verplaatst. En verder heb ik dus op mijn wereldkampioen, dus krijg je geldboetes. En hoeveel heb je daar? Nou, het is net het idee als ik daar mijn neus laat zien. Dat zal met je hebt een gele vlag, een groene vlag. Maar als ik de baan kom staan, zal er dan met de rode te zwaaien. Volgens mij doe ik nooit wat. Je doet nooit wat natuurlijk. Volgens mij niet. Dat is gewoon... En dat zijn geldboetes. Rottigheid van die mensen. Lopen van 700 Zwitserse frank tot 2500 Zwitserse frank. Toen werd ik uit de baan gehaald en toen ben ik kwaad naar huis gegaan. En toen hoorde ik dus op de nieuwsberichten dat het 2500 Zwitserse franken was. Oh, god, wat lullig zeg. Maar... Je conditie nog even, als je op zo'n dernie zit, dan moet je natuurlijk... Dat is andere koek dan wanneer je op die motor uit 904 zit, hè? Ja. Dat is, train je dan ook van tevoren extra, of niet? Nou, als je een grote wedstrijd hebt, dat is een Bordeaux-Parijs, dat is 600 kilometer. Dan daar ga ik 2 maanden van tevoren ga ik fietsen en trainen. Maar verlies je dan ook niet veel gewicht dan?
Als je toch een beetje gaat trainen. Nee, het is maar dat de beentjes soepel worden. Ook dat in ieder geval wel. De beentjes worden soepel. Dan ga je fietsen en je blijft gewoon doorheen. Ja, beentjes niet in het bebouwde kom hoor. Dan ga ik zo, waar niet veel mensen lopen zo. Dat er niet te veel gelachen wordt. Nee, dan, ik word al zat uitgelachen. Want 's winters denk ik wel eens, ze kennen me beter lachgeld geven als een contract. Want dan kom ik op zijn wielerbaan, dan zitten er 10 of 15.000 mensen met een zesdaagse. En dan kijk ik, vroeger durf ik niet meer naar de tribune te kijken, maar tegenwoordig wel. Nou zie ik wat ze doen, hè. Zo zitten ze allemaal. En waarom lach je ze dan uit? Om de pittige combinatie van embouchure met veel snor? Ja, ik denk dat ze die combinaties allemaal bij elkaar optellen. Het schijnt, dan gaan ze lachen, geloof ik. Wat zijn er nou voor mensen die aan steren doen? Ja, het is een heel apart wereldje. Er zijn zeg maar 15 gangmakers over de hele wereld. Echt die internationaal rijden. Hmm. En je moet veel lef hebben. Ja. Ik bedoel, we komen dikwijls genoeg met de handen of met de sturen in elkaar. Zo snel of en zo kort passeren. En wie de meeste lef hebt, die redt het meestal. Laten we het even over iets anders hebben. Of hebben jullie nog, zijn jullie dol op steren? Ik ging Jij vaak, gaat wel eens kijken? Ik ging vaak kijken toen we in Amsterdam woonden. Oh ja, in Rotterdam niet? Als hij gaat, of ga je? Nou ja, omdat ik nu in Schiedam woon. Aha, oh ja. Maar ja. Toen in Amsterdam wel. Ging ik altijd kijken naar steden. En jij, ben jij dol op dit soort sporten? Ik had er nooit van gehoord. Nou ja, goed, zien we. Je bent de wereld voor me open. Maar ja, mijn schedel gaat het om, ja, nou. Nee, oké. Okay, maar je hebt ook een café nog. Als je niet aan steden bent, dan sta je in je café. Dan sta ik in de keuken. In de keuken? Tuurlijk. Van je eigen, niet van je eigen café? Of? Ja, ja. Het is van je eigen café. Ja, ja. Het is een sportcafé. Een sportcafé? Wat mag dat betekenen? Sportcafé? Nou, omdat daar een hoop sportmensen, ontzettend veel sportmensen komen. Uit de steden? Nee. Allerlei soorten? Die komen me nooit bezoeken, mijn collega's. Oh, nee? Nee. Is dat een beetje... Die vriendenkring is niet zo dat je zegt van, we gaan eens gezellig wat drinken. Ah. Voor de wedstrijd wel, maar meestal na de wedstrijd niet meer. Oh, nog even jongen, nog even voordat ik het vergeet. Wie had je het liefst achterop? Van de renners? Ja. Kneed. De Kneed, ja. Ja. Oh, goed. Dat, die floot ook altijd, die, hè? Kneed is een fantastische man. Okay. Over cafés gesproken, jij hebt ook jaren in een café gewerkt, hè? Of eventjes? Of een uur? Ik heb wel in de horeca gewerkt, ja. Want je hier doet en daar. Ineens alsof het niet meer te doet. Hoe lang heb je dat gedaan dan? Nou, dat doe je voor het geld, natuurlijk. Niet voor de gezelligheid? Nee. Nee? In het begin wel, maar dat gaat er heel snel af. En voor de gratis drank natuurlijk, hè? Want... Ja, de right side of the bar noemen ze dat. Oh, ja, ja. In wat voor café werkte jij? In het begin ben ik begonnen eigenlijk in het jongerencentrum Exit van Rotterdam. En daar ben je uit? Kwam ik toevallig ineens achter de bar te staan. Dat ging allemaal heel soepel in die tijd. En dan maakte hij gewoon erg veel bier voor veel mensen. En dan weet je hoe dat moet en dan kan je ook nog eens beschikbaar stellen voor een ander café. En dat heb ik ook gedaan. Ook gedaan. Dan heb je daar lang gewerkt ook? Nee, altijd heel kort. Altijd heel kort? Ik had er gauw genoeg van eigenlijk. Hoe kwam dat dan? Ja, ze zeggen the right side of the bar, maar ik vond het eigenlijk net niet waar, weet je. Ik stond liever aan de andere kant. Jij liet je verleiden door de drank? Of weet je, kreeg je een hekel aan mensen? Nou, dat mens, is niet. Maar het is altijd hetzelfde toch een beetje, vind ik. Ja? Ja. Je moet toch werken. Je krijgt moe, je wordt moe in je voeten. En, ik vind het... Oh ja. Of ben je ook niet echt... hou je ook niet zo van mensen in de café? Jawel, ik vind het gezellig, maar aan de andere kant van de bar, zeg ik. Je gaat liever zelf dan dat je achter de tap staat. Ja, dan kan je een beetje feesten met elkaar. En, Ja, is dat zo? Want jij zit ook te knikken. Jij hebt ook een café gehad, hè? Eén. Ik heb er vier gehad in Rotterdam. Oh, vertel eens. Ja? Ja. Ik begon met de paardenstal. De paardenstal. Dat was de eerste tent. De tweede tent was de Taboe. In de Terlingerstraat. De derde was de Oase. Daar is een roep van uitgegaan. Wat is daar een? Een roep van uitgegaan. Wat was dat voor soort café dan? Dat was bij de Entresol. En daar kwamen ontzettend veel mensen die naar de liedjes kwamen luisteren die mij brachten. Jij de ook shows. Met de shows die we maakten ook. Ja. We hadden bijvoorbeeld een parodie op Ketelbinky. Dat heb ik geloof ik wel 100 keer gebracht met mijn broer samen. En die mensen bleven steeds vragen van, doe nog eens Ketelbinky, maar dan een paradier erop, weet je wel. Had je dat café samen met je broer? Ja, met mijn broer samen, de Oase. Eén of laatste, laat ik het zo stellen, de Oase. De Oase. Ja. En dan was het zo druk, dus echt waar, Jan. Er gingen er twee eruit, twee erin. Eén eruit, één drie erin. Twee. Stonden ze bij ze in de rij. Oh, echt waar? Ja. Was het een soort nachtclub of zo dan ook? Ja, inderdaad, was een nachtclub, maar geen dure. Gewoon voor iedereen? Daar kon je alleen maar amuseren.
Ja. En de prijzen waren dusdanig dat je zegt, nou, dat is een normale prijs. Om maar waarom ben je dan opgehouden als het zo leuk was? Omdat ik, ja, een gegeven moment zag ik niet meer zitten. Waarom niet? Nou, dat is zwaar werk. Zie je het? Nachtwerk. Nachtwerk, ja. Ja, en ik hoor vaak dat als je zelf in de horeca zit, is het eigenlijk het beste als je zelf helemaal niet drinkt, hè? Ja, lijkt mij ook wel. En dat kan niet, dat... Nee, daar heb ik moeite mee gehad. En jij had ook wel wat moeite mee. Ja, maar het is niet gezellig. Iedereen begint langzaam zeker steeds dronkener te worden, maar je kan je dat niet permitteren. Dus je en jij ook, had jij daar moeite mee? Nou, ik heb er ook wel eens moeite mee, want als ik thuis kom, dan is meestal ook wel eens iets te laat en dan hoort ze me kuchen en dan zegt ze, oh, je hebt gedronken. Maar dat is maar, het is... En nog even, mag ik even terug nog naar de oase. Waarom is Ben je daar mee opgehouden? Omdat het te druk werkt? Oh ja, het was te zwaar werk. Ja? Ja, nachtwerk. En schreef je ondertussen je liedjes nog? Toch wel, ja. 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 Het was grappig dat ik had, in de tijd had ik een knaap, die kwam de tent binnen bij mij. En die speelde leuk. Gitaar, zoals ze het begeleiden, en die zong leuk. En op een avond, ik zeg nou maar luister, hij wilde graag van mij in de tent komen als employeer. Dus, ik zeg nou, ik geef me tegen hem, ik heb een portier nodig. Ik zeg, vind je dat leuk? Dat was Jaapie, dat heet ook Jaapie. Aha. Hij zegt, nou graag meneer Valkhoff. Ik zeg nou, dan gaan we aan de deur staan. Maar dan zit ik even, komt hij naar me toe, dan zegt hij, meneer Valkhoff, je zou ze graag een liedje hebben. Wat ik zelf ga mogen zingen, wat voor mij geschreven is. Ik zei, nou, dat kunnen we wel eens doen. Maar dan gaat hij naar die deur staan. En dan lacht me gelijk niet los. Ik zei, Jaap, kom eens hier. Ik zei, wat denk je van een liedje dat heet Ik ben Jaap in de portier? Hij zei, och, dat is leuk. Nou, de andere dag in een half uurtje was het klaar. Ik ben Jaap in de portier. Ik heb zo'n jovelbaantje. Jovelbaantje, dat was ook wel op eigen roem stinkt weer niet, hè? Oké, en dan verder. Ik ben Jaapie de portier, ik heb zo'n jovelbaan hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer. Hoe vindt u hier bij ons de sfeer? En wij zoeken altijd, hoe komt u daar aan die sfeer? dat gebeurt dus bij liedjes ook altijd, hè? Dat er weer andere liedjes op gemaakt worden. Ja. En daarna heb je nog een café gehad, hè? Dan kunnen we even de cafés even goed coveren. Dat was de Horlepiep. De Horlepiep, daar werd gedanst, mag ik aan. Nou, nee, dat was een naam zo. Die had mijn oudste zoon, had hij helemaal ingericht. Die nou in Australië zit dus. Ja, precies. Maar die had het heel leuk ingericht. Ja. Ja, maar de leukste tent vind ik nog steeds het taboe. Dan zat je in de tent en dan had je daar zo'n venster. En daar hing zogenaamd een vrouw en een man uit. En die keken zo naar beneden naar die tent. Dat was dus allemaal door mijn zoon gemaakt. En dan had je, als je binnen was, er stond hier, aan die deur stond... De ingang, terwijl het de uitgang was. Ik heb hele krankzinnige dingen. Maar... Humor, leuk. Ja, heel leuk. Wat ik trouwens leuk vind, in Rotterdam heb je nou die auto die uit de dinges hangt. Hè? Dat is ook een beetje, dat is ook wel leuk. Die auto die uit die gevel hangt, waar is dat ook alweer? Is dat een discotheek? Ja, is dat een discotheek? Ja toch? Oh, heel goed. Ja, dat weet ik niet. Ja. Mag ik aan jullie eens vragen, we lopen een beetje tegen het einde aan. Hè? Doet het jullie iets dat je echt in Rotterdam woont? Jij woont nu in Schiedam, hè? Schiedam, ja. Mis je Rotterdam of niet? Nee, mijn vrouw wel, maar ik niet. Ja, jij bent blij dat je rust hebt? En... Nee, buiten dat, maar ik leef daar zalig, rustig. En ik biljart daar, ik kaart daar en noem maar op, ik fiets daar. Dus jij mist Rotterdam niet? Nee, helemaal niet. Oké, nou... Sorry. En mevrouw Valkhoff, we vinden nog wel een leuke man voor u later, dus dat lukt nog wel. Even kijken, Frederik? Waarom kom jij niet in Amsterdam wonen of in Hilversum, met het oog op je carrière bijvoorbeeld? Nou, om te beginnen kan ik dat natuurlijk niet me veroorloven om in Hilversum te gaan wonen. Kan je niet fietsen dan of zo? Ik kan er wel naartoe gaan, dat zeg ik niet. Maar ik zou trouwens hier niet weg willen lopen. Maar vertel eens, wat is dan nou, zo leuk? Dat is een fijne stad gewoon, denk ik. Ja? Ja. Je bent hier geboren? Geboren en altijd gebleven ook. Altijd gebleven. Ja, ik zou hier nooit weg willen. En je hebt alle vrienden van vroeger nog? En, Alles heb ik hier bij me. Alles heb je bij je. Wat leuk. Nee, waarom? En jij bent een geboren Rotterdammer, of niet? Niet geboren, Het is gebeurd allemaal, geloof ik, in Reewijk, zoals ze het me verteld hebben. Toen heel gebeurd, snel gebeurd, dat is de geboorte, of de, nee, of de hele bende? Nee, ik ben gefabriceerd in Reewijk. In Reewijk? Direct hier naartoe gereden. Toen. En hier geboren? Ja. Ja? En jij woont hier ook? Waar woon jij in Rotterdam? Ik woon in Schiebroek. In Rotterdam. Dat is in Rotterdam, hè? Dat is een wijk of een buurt? Dat is een gedeelte van Rotterdam. Ja? Maar ik zou dus... ik vind Rotterdam een fijne stad. Maar ik zou graag in België wonen.
Oh ja? Ja. Nou, vertel eens even, waarom? Nou, ik voel mij af en toe een beetje halve Belg. Dat is ook met die sport. En ik heb ook aparte dingen over me. Ik bedoel, ik spaar pispotten, zou ik maar zeggen. En al dat soort dingen. En hoe kom je daaraan? Moeten ze antiek zijn of net gebruikt? Of nou, moeten ze... ze moeten dus wel de eerste reiniging onderstaan. Gebruikt. En dat moet al een beetje schoongemaakt zijn natuurlijk. Maar ik heb daar, ik had er op een gegeven moment zoveel. En toen had ik een mosselenfeest. Een mosselenfeest? Een mosselenfeest, ja. En toen, ik denk, ja, waarom niet? Want waar moet ik die mosselen in doen? Dus ik kreeg al die pispotten van mijn neer. En ik in de wasmachine gedaan. En nog de borstel. En dat ging goed. Gekookte mosselen in die pispot. En ik zette ze allemaal op de bar neer. En zonnechaine wel eens En sausjes eromheen stoppen. En ze zaten allemaal lekker te smullen. Dat op een gegeven moment komt Paul, de jongen die bij me werkt. Hij zei, wil jij even naar die tafel toe lopen? Want ik heb het hoogste ruzie. Ik zei, waarom? Ja, die mensen die vinden het een schandaal. Die morsel uit die piespot. Ja. Ik zei, ja mevrouw, ik zeg, maar dat is nou eenmaal zo. Oh, hoe kom je erbij? En, maar het was helemaal vol. Ik zei, ja, maar u ziet het smaakt toch allemaal prima. En, Ik zei, nou, willen ze dan? Nee, ze wilden niks meer hebben. Ik zeg, maar wil u dan wat drinken? Nee, we willen ook niks meer drinken. Ik zei, nou, dat hoef je niet te betalen ook. En ik heb ze nooit meer teruggezien. Oh, goed. Hoe ben je er toe gekomen om die potten te verzamelen? Was dat een... Ja, de ene die spaart fluitketels en een heet toevallig piespot. Ja, yes, maar is dat toevallig? Of heb je iets in je jeugd dat je dacht van, laat maar zorgen dat ik altijd... Nee. Dat ik altijd een paar bij de hand heb? Dat was het ook niet. Nee. Ik had andere dingen. En jouw liefde voor België, kan je die zelf verklaren? Ja, ik vind de opmerkingen die je in België altijd tegenkomt en het gedrag van die mensen, mijn collega's gang maken. De een is 65 en de andere is 67. Ja. En, wat oud trouwens al. Ik bedoel, überhaupt wel oud, maar voor zo'n gevaarlijk en zwaar beroep. Is dat ook, zijn veel oude mensen. Die hebben we dus tot vorig jaar, die rijdt dus dit jaar voor het laatst. Maar die hebben we dus vorig jaar nog zelf op de motor gezet. En dan een duwtje gegeven. die is 107 of zo. Nee, die is dus 67 zal die nu zijn. Ik moet hem eerst weer bellen, want ik heb al een paar maanden niks van hem gehoord. Maar het opvangen... Dat is altijd een goede reden. Ik kan ook gaan kijken in zijn geval natuurlijk. Dus ik ga het me eerst naast om maar weer bezoeken. Aha. Goed. Mag ik van jullie tot slot, om eens te kijken hè, hoe diep Rotterdam zit. Gewoon het eerste woord wat bij je opkomt als ik roep Rotterdam. Hey, ja, dank je. Friedrich, Rotterdam. Ja, ik ben al aan mijn vijfde woord, geloof ik. Stel maar even. Er komt helemaal niks bij me op. Als je een hit wil maken, moet je wel een beetje tang, hè? Hit maken, dan moet je bij Jaapje zijn, hoor, geloof ik. Okay. Heb jij een goed woord als ik roep Rotterdam? Ja, moet gezelliger kunnen. Moet gezelliger kunnen. Nou, houdt ook niet over, jongens. Zullen we een ander einde maken? Want dit is niet echt leuk om, hè? Dus Jaap, heb je hem ondertussen? Oppakt. Ja, oké. Okay. Maar Jaap weet toch nog wel wat? Oké. Okay. Jij hebt geloof ik nog niet alles gezegd? Nee, maar ja, Rotterdam... Het is een kwestie van uitdrukking bedoel je waarschijnlijk. Ja, toch? Nou, ja. Bijvoorbeeld in Rotterdam zeggen ze, nou, wat die meneer daar staat te zingen, zullen vallen mijn schoenen vanuit. Ja, dat is een hartstikke leuk. Dat is inderdaad. Dat is, ja. Nee, ik had hem nog niet gehoord, maar ik wist niet dat die typische Rotterdams was ook. Ja, Rotterdam. Dat is typisch Rotterdams? Ja. Oké. Goed, dan tot slot, mevrouw, heren, ik vond het prettig met u te converseren. En je vraagt nog, wat is jouw favoriete karaktertrek? In jezelf of in anderen? Even kijken. Favoriete karaktertrek is lustig, vrolijk leven. Je hebt het over je vrouw, dat weet ik zeker. Of niet, hè? Jawel, of over jezelf, ja. Heb je altijd lustig, vrolijk geleefd? Altijd. Dat dacht ik wel. Frederik, wat is jouw favoriete eigenschap? Eerlijkheid, denk ik. Eerlijkheid. En Joop? Ja, mijn eigenschap, wat ik prettig vind, is altijd lekker bezig zijn. En eten klaarmaken. En eten klaarmaken. Nou, daar kan ik me geheel in vinden. Het was mij een genoegen en ook een eer dat u mij een beetje hebt willen herbergen. En ik vond het plezier om met u drieën te praten. Ik wou alleen nog zeggen, dames en heren, pas een beetje op. In Rotterdam zeggen ze altijd, hè, geen woorden maar daden. Wij in Amsterdam zeggen steeds, niet lullen maar poetsen. Tot ziens, tot Reu. Ja. Dit was Reu. Aan dit programma werkte mee Jaap Palkop, Frederik Spit, Joop Zeilaert, Fatima Djibliwazani, Kathleen Woners, Lisbeth Dronkers, Teun de Winter, Erik van Muiswinkel, Peter van der Stok, Joop Pannekoek en Jan Lundgren. Met dank aan Lantaarnvenster van Rotterdam.